Köszönöm, képviselő úr. Jonkerius képviselő asszony következik 1 perc 30 másodpercen. Dank u, voorzitter. TTIP is meer dan een handelsverdrag. Het is de creatie van een interne markt tussen de EU en de VS. En één grote markt levert serieuze risico's op voor werknemers en voor ons sociaal stelsel. Binnen de EU worstelen we nog met de problemen op sociaal gebied. En we moeten dus waakzaam zijn voor een nieuw marktavontuur met een supermacht als de VS. Een onderhandelingsresultaat kan op onze steun rekenen als de basis sociale rechten ook in de VS erkend worden, als duidelijk is dat TTIP ons banen oplevert en wat er geregeld wordt voor de werknemers die getroffen worden, als onze Europese normen qua consumentenbescherming en milieu niet ondermijnd worden, als publieke diensten als onderwijs en gezondheidszorg uitgesloten worden en als er geen private ISDS-tribunalen komen waar investeerders landen kunnen aanklagen. We moeten duidelijk zijn. Geen ISDS in TTIP. Investeerders kunnen net als iedereen een beroep doen op nationale publieke rechtspraak. Het internationale bedrijfsleven heeft geen eigen rechtssysteem nodig buiten de democratische rechtsstaat om. Zo voorkomen we tegelijkertijd dat door middel van claims invloed wordt uitgeoefend op staten en op regels die we democratisch vaststellen. Een resolutie die heel duidelijk zegt: we hebben ISDS niet nodig en we willen het niet, kan niet op mijn steun rekenen. Köszönöm, képviselő asszony. Tomašić képviselő asszony következik 1 percben, parancsolja. Stvaranje zone slobodne trgovine između Europe i Sjedinjenih Američkih Država nosi sa sobom neviđeni gospodarski potencijal. No ne treba bježati od činjenice da donosi neke izazove, pa čak i prijetnje europskom načinu života.